het zo! Doe er nog eentje. Rini Lopez! Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag 28 augustus. Vandaag is mijn jongste dochter jarig, Katja genaamd. Ja, helaas zie ik haar niet. Dat houden ze aan alle kanten tegen. Ik zag haar eerst wel. En sinds dat ze in het huis zit, houden ze alles tegen. Maar ja. Hoe wordt ook wendelen of keren of draaien of doen, het doet mij wel heel veel pijn en verdriet. Er is er eentje die heeft wel een telefoonnummer, maar ik krijg dat niet. Ik heb geprobeerd te bellen, maar dat schijnt geen goed nummer te zijn. Want ik probeerde toch achter te komen van waarom mijn dochter mij niet mag zien. Hè, want ik mocht er eerst wel zien, et cetera. Nou, hey. Doe wat wel rustig hier. Moment. Ja. Maar in ieder geval, gedaan is zaken nemen geen keer. Maar ik probeer er toch wel achter te komen, want ik wil en ik moet en ik zal het weten. .nl. Maar het is vandaag een vreemde dag. Het is weer grijs, goud, riet, zonneschijn, et cetera. Ik ga zo nog met mijn hondjes lopen en we zien wel wat de dag ons brengen gaat. Ja, toch? Ik denk dat ik ook eventjes op de booster over de markt heen tuffel, want het is niet echt prettig weer. Dat ik dat even op de booster doe, maar dat zien we dan wel weer. En ik ga eerst sowieso met de dames even lopen. Ja. En dan moet ik om een gebouw heen. Aan deze kant heet de Dijkzicht, maar aan de andere kant zijn het weer andere gebouwen eigenlijk. En dat staat eigenlijk weer los van Dijkzicht. Ja, er zit wel een vleugel aan, geloof ik, wat ik gezien heb. Maar ja, je kan het op afstand niet bekijken. Maar in ieder geval, aan de andere kant heet het weer anders. En dat is een Engelse benaming. Dus ja, oké. Iets met licht. Ja, houselicht of zoiets. Of lichthouse, weet. Ik veel, ja, als je het wil weten, ja, ik kan het ook wel filmen, maar dan moet ik echt zo staan. Ja, en dan in de volle wind, dan moet ik eerst zien dat ik aan de overkant kan komen daar, oh, ja. Maar dat komt dan met mijn booster een keer, ja, misschien ook vandaag, wie weet. Dan kan ik meer doen dan ik de dames bij me heb, ja. Dan zal ik daar ook eventjes op filmen en daar staat er meestal een hoop wind. Nou, geen wind meer, maar een storm, een orkaan, zowat. Je waait zowat weg. Dus ja, daar moet je heel goed in je schoenen blijven lopen, want anders leg je inderdaad onderuit. Ja, ook de honden hebben daar een probleem mee, tenminste. Rijka, dat zie je echt. Elwing, die trekt zich daar niks van aan. Dat is via die neus omhoog en ga met die banaan. Maar dat is wel een komisch gezicht. De ene die, en dan die kleine helemaal in elkaar. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen dan. Maar dan kom je weer een hoekje om. Dan heb je in ene de wind weer in je rug en dan moet je En dan moet je dan weer een hoekje om en dan heb je weer de wind van zij. En dan moet je ook weer uitkijken. Het gaat daar tekeer tot en met. Ja, en vooral als het dus hard waait, dan stormt het op die hoeken. Nou, vreselijk gewoon. Maar ja, het komt ook, je zit bij de zee en dan moet je niet bij de zee gaan wonen. Ja, en dat is nou eenmaal zo, als je bij zee woont, aan de kust, dan heb je dat. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook altijd, tenminste, ik probeer het altijd te doen. En we spreken elkaar weer. Ik neem jullie even mee naar de dijk, want er blijkt wat aan. Daar, ze zijn ergens mee bezig. Ik weet het niet, vliegers weet ik veel. Nou, daar is wel weer naar, want je kent hem met drie man, denk ik, al aan.
aan vasthouden. Maar we gaan het beleven. Ik weet niet of het nog bezig is, omdat ik net dus met de honden thuis ben. Dus we zullen het beleven, lieve vrienden. Lieve vrienden, ik sta boven op de dijk, maar het is dus geen vlieger of zo. Nee, je bent aan het wielrennen. Ja, dat ik draai jullie gauw om. We komen van die kant af. Daar beneden langs. Oh, daar moet ik. En zo kom ik weer wat tegen, wat ik jaren geleden, toen ik nog niet aan het vloggen was, ook heb gefilmd. En toen later op een gegeven moment wel op YouTube heb gezet. Dus dan kan je helemaal voor naar beneden scrollen, maar we zijn er nou weer. Je bent dan niet van de belasting, hè? Nee hoor. Nee, dan is goed. YouTube! Oké, we gaan weer een leuke doen. We gaan nog eentje doen, dan gaan we even... Sorry dat het ongeveer warm kan worden aan deze kant. Een beetje veel last van de wind. We zitten veel te naar het zuiden, maar dan waait het nooit. Ik kom uit Tilburg. Ja, dat kom weet ik. In Den Helder staat hier de wind, jongen, nou niet normaal. Het is altijd hier zo, of niet? Ja. Ja, serieus. Oh, vandaar dat die kapsels zo zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Dan hebben we er gezellig in doen, nog eentje. Dan gaan we even lekker naar binnen. Een kopje koffie. Maar mocht je wat willen weten over Den Helder, hier binnen bij de Experience Store hebben we een fantastische informatie over werken, over wonen, over recreëren of over leren. Als u iets wil weten. Kom rustig naar binnen, niet alleen voor de mensen die hier op visite zijn in Den Helder, maar gewoon ook de mensen vanuit Den Helder zelf. Loop hier gewoon binnen en u kunt alle informatie krijgen. Oké, we doen er nog eentje. Trini Lopez! Hey! Yeah.
Hendrix. I sing it in the evening, all over in the land. Oh, I sing it out in the angels. I sing it out in the morning. I sing it with a lovely queen, my brother and my sister. All over the land. Yeah, yeah, yeah. Dames en heren, mocht u wat meer willen weten, hier loopt de Experience Store binnen en dan kunt u alles vinden over Den Helder. Wonen, werken, studeren, recreëren, alles wat u maar wil weten. Of u gaat hier naar het mooie karretje toe met de folders en dan kijkt u wat Den Helder u allemaal te bieden heeft. Tot zometeen, dankjewel. Vrienden, het is alweer hartstikke laat. Ja, ik was de hele tijd vergeten. Ik zat zo lekker een spelletje te doen. Dat het is nou inmiddels al bijna 4 uur in de ochtend van de zondag. Maar ja, we gaan eerst maar slapen voordat ik zeg van goedemorgen of goedemiddag of wat dan ook. De hondjes liggen hier nog. Als ik de deur open ga doen. Want het licht op de overloop brandt al. Ja. Doe maar. Ga maar naar boven. Ga maar naar boven. Doe maar. Nou, die gaat naar boven toe. Die op slot. Die is op slot. Doe maar. Zo. Moet jij niet? Moet jij niet naar bedje toe? Moet jij niet naar bedje toe? Lekker ding. Doe zo'n lichtje uit. En daar zit de stekker. Die gaat er ook uit. Zo. Uit. Ga je mee? Ga je mee een beetje? Kom maar. 1, 2. Zo. Dat ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, lekker slapen. Morgen. Of over een aantal uurtjes weer gezond op. Ik zou zeggen, tot dan.